Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Even deze week klippen klaar vanaf mijn iPhone. Dus vandaar dat de kwaliteit van beeld misschien iets minder is dan dat je van ons gewend bent. Maar ja, zo belangrijk is de kwaliteit niet. Want de kwaliteit in deze aflevering, die komt van Manoura. En geloof me, nou, die kwaliteit is prima. Manoura leerde ik kennen via Hives. Word even vrienden met me op Hives. erikdikker.hives.nl. En zij vroeg mij of ik een liedje voor haar wilde maken en een videoclip. Nou, dat is volgens mij alle twee gelukt. Het liedje heet Ten Mijn Verlangen. En als je wil weten waar dat precies over gaat, dan moet je zeker even blijven kijken. Klippen klaar, goes Manoura. I never worked a day in my life. Ja, mijn naam is Monica Swaap. Ik ben office manager bij een IT-bedrijf in Amsterdam. Ik woon daar ook sinds kort. Na jaren gezworven te hebben in het buitenland ben ik weer terug. En daarnaast, mijn passie ligt natuurlijk in de muziek. Hè. Ja, mijn naam is Manoura als artiest. En ik heb een heel breed muzikale vlak, zeg maar, waar ik me in bevind. Dus jazzy, blues. Nederlandstalig op het moment ook. Heel veel Engelstalig, maar ik wil eigenlijk de Nederlandse markt nu gaan veroveren als zingende, hoe heet dat, in mijn, met mijn carrière hier iets opzetten als Nederlandstalig. Nou, toen ik terugkwam in Nederland, merkte ik dat er eigenlijk heel weinig Nederlandstalig, goed Nederlandstalig was, zoals vroeger. Ik ben natuurlijk bijna 10 jaar weg geweest uit Nederland. En wat mij vroeger heel erg charmeerde waren zangers zoals Marco Bassato, Ruud Jacot. En toen ik dus terugkwam na zo'n lange tijd, hoorde ik dat eigenlijk niet echt. Sneeuw die valt, ik staar doelloos door het raam. Verzonken in gedachten, hoor ik steeds jouw naam. Ik check mijn telefoon, nog geen sms. De klok die klinkt nu al een keer of zes. Laat je mij alleen, dat was te verwachten. Minuten gaan voorbij, het is alweer naar achter. Nou, ik ben dan ook weer via Hives ben ik een vriend, een jeugdvriend van mij tegengekomen. Dus we zijn op elkaar weer opgebotst door Hives. En hij heeft een enorme mooie locatie, Villa Rozenrust in Leidschendam. Nou, ik ben Adriano Raimondi. Ik ben eigenaar van deze restaurant, Villa Rozenrust. Al 3 jaar. Er wordt een clip opgenomen. En nou ja, via Hives hebben we eigenlijk contact. Ze hebben het gevonden en hebben we zo een beetje geschreven via Hives. En toen vroeg aan mij als ze mocht de clip hier draaien. Nou, toen heb ik gezegd, ja, waarom niet? Natuurlijk. Nou, er wordt een deel in het restaurant opgenomen, dus er zijn wat meer mensen aanwezig, waaronder mijn zoon en zijn vriendin. En nou, ik ga helemaal niks verklappen, ik ga maar lekker kijken. Nou, ik ben Francisca Marcella. En ik ben visagist, haarstylist. Nou, ik doe de make-up van Monica. En ja, ik ben gewoon ingehuurd, zeg maar, voor de make-up haar. Ja, helemaal mooi. Ja, ja, maar een prachtige vrouw, dus dat is niet zo moeilijk. Het liedje heet Ten Mijn Verlangen. Nou, dat gaat dus over een vrouw die de hele tijd op haar man zit te wachten.
Maar waarom we dit, hoe we op dit idee zijn gekomen, is omdat natuurlijk alles is zo geautomatiseerd. Twitter wordt gebruikt, Facebook, Hives. Iedereen loopt met een telefoontje, met Blackberry's de hele tijd naar elkaar te pingen en te sms'en. Dus in dit liedje komt het dan ook weer terug. Dat ik dus aan het sms'en ben naar mijn vriendje die maar niet komt. Just the way you are. I never worked a day in my life. Nou, ons werk zit erop vandaag. Zometeen zien jullie het resultaat met Ten Mijn Verlangen van Menoura. I never worked a day in my life. Sneeuw die valt, ik sta doelloos door het raam. Verzonken in gedachten, hoor ik steeds jouw naam. Ik check mijn telefoon, nog geen sms. De klok die klinkt nu al een keer of zes. Laat je mij alleen, dat was te verwachten. Minuten gaan voorbij, het is alweer naar achteren. Oh, yeah. Hey, hey. Ik probeer de tijd te remmen, zodat jij deze nacht mijn verlangen kan temmen. Ik probeer de tijd te remmen, zodat jij deze nacht mijn verlangen. Hoor ik steeds jouw naam? Ik check mijn telefoon, nog geen sms. De klok die klinkt nu al een keer of zes. Laat je mij alleen, dat was te verwachten. Minuten gaan voorbij, het is alweer naar achteren. Ik probeer de tijd te remmen, zodat jij deze nacht mijn verlangen kan temmen. Ik probeer de tijd. Zodat jij deze nacht mijn verlangen kan temmen. Ik schrijf je naam in mijn adem op de ruit. Een ster die valt, ik doe een wens als ik mijn ogen sluit. Ik heb nog niks gehoord en nog niks gezien. De klok die klinkt nu al een keer of tien. Laat je mij alleen, ik krijg weer geen gehoor. Nou, tot zover de clip van Menoura. Volgens mij is het hartstikke mooi geworden. Ik hoop dat je het net zo leuk vond om er naar te kijken als dat wij het vonden om hem te maken. Ik hoop dat je gewoon volgende week weer kijkt, want dan is er zeker weer een clip die dan klaar zal zijn. En word even vrienden met me op Hives. erikdikkep.hives.nl. Tot volgende week.
programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl.